Hallo allemaal. En welkom bij Crystal Beauty More. Mijn naam is Jennifer. Mijn naam is Crystal. En welkom bij een nieuwe adventskalender unboxing. En deze is van de Kruidvat. Superleuk. Hij maakt geluid. Het is een ASMR kalender. 29,95. Ik denk dat ze hem nog wel hebben. Ga even kijken en zo niet... Ja, sorry, maar dan weet je het misschien voor volgend jaar. maar voordat we deze natuurlijk gaan unboxen, willen we vragen of jullie ons willen helpen dat onze video zichtbaarder wordt. En dit kan je doen door die dikke duim omhoog te doen, natuurlijk te abonneren. En niet vergeet belletje aan te klikken, dan mis je geen video van ons. En als je echt wil helpen, delen we hem ook nog. Ik ben benieuwd. We gaan hem openmaken, Jen. Pak jij de andere kant? Waar is die? Heb je hem? Oeh. Oh. 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 Hebben wij weer. 1, 2? Ja. Oh, leuk. Hij is wel heel schattig. En leuk met dat goud wat lekker zo dat weer kaatst. Cool. Kijk, als we nou even slim zijn. Ja. Gaan we hem eventjes... voor de video even een strik aan de achterkant erop leggen. Hey, vind ik ook. Wat was dat een slimme actie, hè? Hey. Zo. Kijk, dan kan je hem gewoon hup, goed unboxen. Nummer 1. Sneeuwvlokje. Ik vind het wel heel leuk dat de Kruidvat een... Oh, kijk nou, nog een leuk tasje. Een leuk zakje. Nee, er zit niks in. Nee. Oh. Oké. Okay. Maar goed, dan kan je daar weer in doen wat er eruit komt natuurlijk, hè? Maar ik vind het wel heel leuk dat ze een adventskalender eindelijk maken. 2 is hier. Een klokje. En hij gaat lekker makkelijk open. Ja. Oh. Ik zie hier iets wat daar weer heen moet. Dat heeft elke adventskalender wel een beetje. Je kan ze er niet uithalen, want ze zitten vast. Ja, maar ik wil even kijken of ik wel... Nou, ik kom eventjes... In je met aura. Met een ringetje en al... Maar hij is wel heel erg cute. Het zijn namelijk kleine hartjes. En kan je hem er echt niet uit? Nee. Hij is wel heel cute. Nummertje 3. En hier zo. Oh. Oh, maar die kunnen we misschien wel... Of al krijg je er maar 1 uit. Ja. Yeah. Oh, het, heel het erg cute. Oorbelletjes. Moet ik even dichtklikken. Oh, kijk nou hoe leuk. Een hartje. Ik hou van jou. Heel erg leuk. Zo'n openingetje. En het zijn er natuurlijk 2. Hè? Ja, maar ze zitten allemaal vast. Als je het allemaal moet loshalen, dan ben je morgen nog niet. Ja. Oh, heel leuk. Ik ben alleen wel heel benieuwd of er alleen maar... wacht even, anders gaat hij los. Nee, ik had hem al vastgemaakt. Oh. Ik ben benieuwd of er alleen goud in zit of dat er misschien ook nog zilver in zit. Dit is nummer 4. Nummertje 4. Nou, hey. Ja? Of dat ze het... volgens mij zit hij niet helemaal goed ook in de verpakking. Zie je? Want het zit heel hoog. Ja, maar het komt omdat we hebben geschud. Oh, misschien is onze eigen stomme schuld wel. Ja, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Nou, hier krijg je er natuurlijk ook weer 2 van. Zilver. Maar hoe leuk. Oh, ik vind ze wel heel leuk. Echt iets voor Crystal. Ja. Oh, maar deze ga ik misschien echt nog wel dragen ook gewoon met kerst. Ik zou ze sowieso dragen. Nummertje 5. Lekker wijf. Een haarklemmetje. Altijd leuk. Ik vind deze altijd ook handig als ik heel eerlijk ben. Ja, gewoon voor als je een half staartje wil doen. Nummertje 6. Hier. Een grote. Oeh. Toch blijft het me toch elke keer weer verbazen. Nou ja, toevallig dan bij die parfum dingen wel de 24 grote. Maar 9 van de 10 keer is het gewoon zo zonde. Nou, ik laat deze even in. Maar kijk hoe leuk. Oh. Het is een kettingje. En het zijn dus ja, er zit een steentje aan. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Leuk. Heel misschien als ik het niet vergeet, maak ik anders nog wel aanbeelden. Maar als ze er niet bij zitten, don't shoot me. Als je het dan echt nog wil en ik heb het niet gedaan, stuur me even een berichtje op de socials. Nummer 7. Oh, leuk. Misschien krijg je die er wel uit. Nee, die zit ook vast.
Nou ja, hij zit dubbel vast. Dan maak je hem dadelijk kapot, dat is ook weer zonde. Het zijn twee armbandjes sowieso. Ja, we gaan hem gewoon weer... Een groene en een gouden armbandje. Super leuk. Leuk, ja. En er zit een bedeltje aan. Even je veer erbij. Ja. Ja, maar ik wilde hem omhoog doen, zodat je bedeltjes had. Ja. Hier. Ja, leuk. Maar zeg maar aan één bedeltje. Ja, het is alleen heel jammer dat we ze er niet makkelijk uit krijgen om nu te laten zien. Maar ja, het is even niet anders. Nummer 8. Dat is wel een mini zag. Een kleintje. Oh. Oh, ja. Oh, die krijg ik er dan wel uit nu. Want dit zit met plakband. Oh, dat zijn gewoon die... Dit zijn gewoon van die achterkantjes. Ja. Nou ja, altijd handig. Maar ja. Ik zou het er niet in doen. Nee. Als cadeautje. Nee. Nummer 9 bovenaan. In mijn side-ei. Oh. Heel cute. Ja, die zitten ook weer een beetje raar erin. Is dat nou, joh? Ja, en ik wil ze niet kapot maken. Ja, misschien dat je een dopje erin vindt. Ja, dat maakt niet uit. Haal hem er maar uit. Ja, als ik hem eruit krijg. Een sneeuwvlokje, daar zijn er natuurlijk ook weer twee van. En in de puntjes en in het midden zit er een steentje. Oh, wat leuk. Wat leuk. Schattig. Ja. Heel cute. Een nummertje 10. Met een koffie, chocomel. Ja, dit zijn wel echt statement oorbellen. Zo. Daar moet je wel van houden. Ik vind ze wel leuk, maar niet voor mezelf, denk ik. Nee, ik zou dat ook niet dragen. Nee. Ik draag al bijna helemaal geen oorbellen. Nummer 11. Je hebt toch geen gaatjes? Oh, ja, ik heb wel gaatjes. Ja. Ja, ik heb al genoeg. Oeh, die vind ik wel leuk. Nee, die kun je ook gewoon zo laten zien. Die vind ik wel heel leuk. Dit zijn van die gedraaide. Ja, die vind ik heel leuk. Ik draag minder goud, zeg ik heel eerlijk. Maar voor kerst of dat soort dingen zou ik het wel dragen. Nummertje 12. 12. Oh, hier. Ik denk, ben ik nou zo kippig geweest? Zo, dat is een kleintje. Ja, maak die open met deze gaten. Ja. Wat is dit? Oh, dat is een ringetje. Kom eens even naar beneden. Of is het geen ringetje? Jawel. Oh ja, ja, oh ja, met diamantjes. Wacht, doe ik hem even weer om mijn vinger. Oh, nou ja. Oh, die trek je er wel uit. We krijgen niks eruit en die halen we er zo uit. Diamanten. Oh, die vind ik wel heel erg leuk. Nummertje 13. Hier. Oh, daar beneden. Een Oh, nee. Nee. Absoluut niet. Nee. Nee, ook niet ons ding. Van die soort, ja, als je ervan houdt, helemaal leuk, maar nee. Nee. Maar goed, er zit wel voor ieder wat wils echt wel jawel. In. Nummertje 14. Oh, deze vind ik wel leuk. Ja, deze vind ik wel heel leuk. Nee, dat vind ik ook weer te... Ja? Ja. Deze vind ik wel heel leuk. Chains. Ja. Ja, hou ik wel van. Ja? En zilver. Ja, oké, jij bent echt van de zilver. Nummertje 15. Een cadeautje. Oh, kerstman. Oh. Oh, die ga ik naar mijn werk aan doen met die kinderen. Oh, wacht, laat maar zitten, joh. Doe ze wel zo. Ja, maar hij wilde niet. Oh, zo. Draaien. Ja, nu is die gedraaid. Oh, dit is leuk. Oh, kijk nou. Oh, oh, oh. Ja, maar die vind ik wel echt heel happy schattig. Happy holidays. Het duurde lang, maar hij is er weer. Nummertje 16. Oh, jij vindt die andere leuk, hè? Nou, ik vind deze nog leuker. Oh, nee, ik vind ze allebei even leuk. Kijk heb jij maar nou. Één kaartje of heb je Ik meer? Heb het één. Eén aan alle kanten. Allebei de kanten. Heel erg cute. Leuk. En jij, heb jij meerdere gaatjes? Ja, ik heb aan de ene kant 3 en aan de andere kant 2. Okay. Vroeger droeg ik het wel altijd. Ja. Oh. Oh, wat leuk. Oh, een hangertje. Voor aan het kettingje.
Dus je kan nog wisselen qua hangertjes. En het is zilver. Leuk. Nummertje 18. Hier, voor je neus. Voor mijn giegel. Dat leek me Christel te plagen. Voor mijn giegel mag jij. Ik plaag jou ook terug, dus dat mag. Nou, hallo. Hoe meer er open zijn, hoe gevaarlijker het wordt om... Oh, die zijn ook leuk. Oh, zijn hartjes. Ja. Oh, wat grappig. Nou ja, jullie moeten maar even zo kijken, maar... Het zijn hartjes. Dit zijn ook van die leuke. Wacht even, zo. Oh, ja. Oh, wat leuk. Ja. Ja, leuk. Leuk. Gouden hartjes. Nummer 19. Huh? Oh, hier. Zo. Naast ons neus. Oh, gewoon simpele. Heel leuk. En van die mooie dots. Knopjes. Ja. Met een diamantje. Love. Kan je nooit fout mee gaan. Nee. Nummer 20 zag ik net hier. Jingle bells. Oh, die zag ik er net al voorbij komen, inderdaad. Oh, weer zo'n armbandje. Oh, weer zo'n armbandje, maar wat lichter groen dan de net. Ook weer met zo'n gouden erbij. En dan weer zo'n bedeltje eraan. Ja, leuk. Oh, leuk. Ja, maar hier zitten meerdere bedels. Ja, ja, ja. Overal vind ik hem nu toe, tot nu toe wel echt heel leuk. 21. Was jij, sorry. Wil jij van mijn vakjes afblijven, hè? Niet kapot gaan. Ah! Oh, maar die zijn wel heel chill. Een klemmetje. Ja, maar dit is zo'n grijpertje. Die vind ik fijner. I got you. Nou. Hij wil niet meer. Voor opvul vind ik het echt gewoon nog een goed cadeautje ook. 22. Hier. Precies. Bij mijn neus. Bij je neus. Time to sparkle. Oh, ga nou niet kapot. Oh, ja, jammer. Oh, die vind ik wel leuk ook. Oh ja, die zijn wel mooi, ja. Ja. Een beetje zwartachtig. Ja, en dan stenen. Met glimmertje. Ja, die vind ik wel leuk. Ja. Ja. Beetje metallic ook achtig lijkt het als je hem een beetje... Oil noem je dat. Oil slick. Dat. Nummer 23. Zet een kaarsje in. Zo, 24 is klein. Ja, dat zat ik net al te kijken. Oh. Oh, gewoon zwarte haarclipjes. Ja. Yeah. Simpel. Nou, 24 is wel echt mini. Echt heel mini. Ik ga hem even zo doen. Nou, er mag toch wel heel wat achter zitten dan weer het. Nou, nee. Nee. Oude oma oorbellen. Nee. Parels. Ja, had het dan gehouden bij die, bij die hartjes met 24 of zo. Of kerstman. Had de kerstman gedaan voor 24. Hè? Ik moet zeggen, ja, ik ben zelf niet van de oorbellen en nee, zo. Jij zou hem niet zo snel kopen deze. Nee, ik zou hem helemaal niet kopen. Nee. Ten zeker niet, nee. Ik ben sowieso, ja kijk, die armbandjes vind ik dan leuk. Ja. Maar die oorbellen en die zwarte klemmetjes voor je haar, weet je, die schuifklemmetjes, nee. Nee, speltjes gewoon, ja. Nee, sorry. Nee. Ik vind het geld niet waard, laat ik het zo zeggen. Ik vind het geen 30 euro waard. Ben ik het niet mee eens, denk ik. Als je de sieraden bij de kruidvat... Nee, maar ik bedoel, ik zou het niet voor 30 euro kopen. Nee, zo, inderdaad. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, leuk voor iemand die echt van sieraden houdt. Ja, zoals oorbellen. Ja. Leuk. Maar iemand die daar niet van houdt, nee. Zou dat en het is lastig, want er zit en goud en zilver in. Eigenlijk hadden ze het beter, denk ik, twee varianten kunnen maken. Ja, een zilver. Eén helemaal goud, één helemaal zilver. Ik denk dat je dan... ze doen een beetje My Jewelry op deze manier. Maar My Jewelry kan je wel kiezen. Wil je of goud of wil je zilver. Ja. Dus ja, sorry. My Jewelry die doen wij niet. Ik vind het altijd veel te veel geld voor wat je krijgt aan sieraden. Dus dan heb ik liever, dan vind ik het leuker dat we nu de kruidvat gedaan hebben. Jawel. Geef ik liever mijn geld uit aan deze dan dat ik 100 euro betaal voor My Jewelry voor 12 sieraden. Oh, het zijn maar 12. Ja. Ja, dus, dan is het ook wel wat anders. Ja.
Dus overal vind ik het een hele leuke adventkalender. Jawel, het is leuk voor als je van oorbellen houdt. Dan is die leuk. Maar kijk, ik persoonlijk zou hem niet kopen. Snap ik hoor, schat. Nou, vond jij hem wel leuk? Geef natuurlijk dan wel gewoon die dikke duim omhoog. Vond je hem niet leuk? Geef dan ook gewoon je dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vergeet niet het belletje aan te klikken. En als je dan toch zo lief bent en bezig bent, delen. Dan help je ons weer. En volg mij natuurlijk op alle social media kanalen. Staan hier onder in beeld. En mij op Instagram staat hier beneden in beschrijving. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!